Goed, we hebben net gezien hoe we dus objecten kunnen aanmaken als blueprint, hoe we ze kunnen aanspreken en veranderen. Wat we nu gaan doen, nu gaan we objecten laten verschijnen in het level, in de wereld, volgens een vast algoritme. Want wat ik graag zou willen doen, hè, is dat ik die, ik teken het even van bovenaf, hè. Dus om meteen die plane, dat startscherm waar we op beginnen, nou, lekker hè. Daar wil ik die blokjes in laten verschijnen. En die wil ik eigenlijk gewoon zo naast elkaar, maar dan recht, hè. Hop. 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 En dan hier, hier, hier. Nou, en zo wil ik dat hele vuiltje volzetten. Dus, dus eigenlijk, hè. Oh, jee. Maar dan echt recht. Hop. Dat ik een vuiltje krijg. Van blokjes. Die wil ik zo laten verschijnen. Ik wil ze niet alle 100 of hoeveel zijn het er één voor één erin zetten. Ik wil het gewoon laten gebeuren. En vervolgens wil ik ze gaan veranderen. Wil ik ze allemaal een eigen individuele hoogte geven. En met die hoogte wil ik kunnen spelen. Ik wil ze kunnen laten roteren enzovoort. Nou, dan gaan we dus laten spawnen genereren. Belangrijk daarbij is, hoe gaan we dat nou regelen? Want we hebben die BP's, we hebben dat blokje, die kubus, die cube. We hebben te maken met een level. Waar we dat in willen laten gebeuren. Waar gaan we nou die logica in zetten? Oh, en we hadden ook nog die UI widget, hè? Die UI widget met die knopjes. Ze willen hier op het knopje drukken en dan moeten in dat level, in dat level moeten die cubes gaan verschijnen. Gaan we die logica, gaan we die nou hierin regelen, in dat level? Zou je denken, maar, en dat kan ook, dat kunnen we rustig doen, maar het probleem is, als we dat in level doen, dan geldt dat natuurlijk alleen maar in dat ene level. Maar ik zou die logica die we nu zo meteen gaan bouwen, die wil ik eigenlijk ook in een ander level gaan gebruiken. Daar heb ik dat misschien ook nodig. En dan wil ik niet dat wat ik hierin gezet heb gaan kopiëren hier naartoe. Dat wil ik niet gaan doen. Dat is wel handwerk. Ik wil dat eigenlijk automatisch doen. Dus ik ga nog een BP maken waar ik alle logica van dat genereren, dat GenArt, in ga zetten zometeen. En die noem ik GenArt. Creator. Arator. Zo'n arterator. Ja. Goeie term. Dus dat is een blueprint. En daarin ga ik alle logica neerzetten die ik nodig heb om door middel van die UI, die cubes in een level of in tig levels te laten genereren. Nou, als je dit even in gedachten houdt, hè, dat we dus dit gaan doen, gaan we nou in de editor kijken hoe dat dan vervolgens een plek krijgt. Goed. Even kijken. Ja, ik begin even hier, hè, want we hadden net voor die andere klus hiervoor hadden we een aparte UI aangemaakt. Nu gaan we en een nieuw level beginnen. Dus daar beginnen we mee. Nieuw level, ook weer default level. En die gaan we even opslaan. Save current as in het mapje maps. En die noemen we spawn objects. Niet span, maar spawn objects. Alright. Ja, en dan gaan we dus ook weer van de standard control UI een duplicate maken. En die noemen we dan, hoe zouden we hem noemen? Ja, waarom niet ook spawn object spawnen trouwens. Hè? Dat is het laten verschijnen van objecten in een level. Als je gamet, dan krijg je die termen. Hè? Dan respawn je heel vaak als je afgeschoten wordt. Oké, spawn object. Goed. Dus dit is de UI voor dit level, voor wat we nu gaan doen. Ik ga even de knopjes aanpassen. Even de tekst, want wat gaan we doen? We gaan objecten spawnen, dus dat wordt niet knop 1, maar dat wordt de object spawner. Doe maar gewoon even mee dit, hè. Die termen worden zo meteen wel duidelijk. Moet ik even het knopje aanpassen. Woop.
En hier gaan we, wat gaan we hier doen? Hier gaan we de height changer maken. Height. Oké. Derde knopje hebben we nog niet nodig. En die slider kan gewoon slider blijven. Oké. Goed. Dus dit hebben we. Dus we gaan zo meteen naar de logica hier kijken. Want dat gaan we veranderen. Maar ik zei dus, hè, omdat we die extra blueprint nodig hebben. Deze, die gen alterator. Die gaan we nu maken. Dus... Dan ga ik weer terug naar mijn mapje blueprints. En we hadden eerder gezien hè, dat we een blueprint konden maken door het object te selecteren. En dan had je hier rechts ergens add script of make blueprint of zoiets. Dat is een optie. Ik kan ook nog anders blueprints maken. Namelijk door hier in mijn content browser een nieuwe blueprint class te kiezen. En in dit geval is het een actor. Dus we kiezen actor. Blueprint bp underscore generator. Dit is dus een object, hè? En zoals we eerder gezien hebben, objecten kunnen eigenschappen bevatten, maar ze kunnen ook methods bevatten, methoden, oftewel functies. En dat is wat deze voornamelijk gaat bevatten. We gaan hier geen objecten inzetten, dus hij is zometeen ook niet zichtbaar in het level. We gaan eigenlijk alleen gebruik maken van zijn functies. Oké. Goed, dus we gaan beginnen met een functie. En ik kan hier, waar zitten we? Ah, dat knopje zit ervoor. Functions aanmaken. Ik maak een nieuwe function en die function die noem ik spawn blokjes. Dus in deze functie gaan we zo meteen vastleggen hoe die blokjes gespawnd worden. Oké. Weet je wat, we gaan eerst even kijken of dat werkt. Want we moeten dit ook gaan koppelen aan het knopje zo meteen. Dus ik gooi hier eventjes een print in. Print. En daar zeggen we dan blokjes worden gespawned. Spawned. Alright. Goed, dat is in place. Gaan we zo meteen even kijken of dat werkt. Ja, dan gaan we weer terug naar de... naar onze UI die we net aangepast hebben. In de graph gaan we dus nu op onclicked knop 1. Daar gaan we nu niet meer printen. Maar hier gaan we dus een referentie maken naar die functie in die gen alterator die we net aangemaakt hebben. Dat is deze. Ja? Wacht, ik maak dat iets visueler. Dus we gaan nou, in de UMG hadden we waar hebben we dan? Deze, onze UI, die komt zo meteen. Oh, die moet ook nog zo meteen in ons level komen. Zullen we dat eigenlijk maar even eerst doen? Dan kunnen we dat meteen zien. Dus onze nieuwe UI, die moet ook in het level komen. Op een level blueprint. Oké, hier hebben we nog niks. Weten we nog hoe dat ging? Dat was vanuit event begin play. Als het level start, maken we een widget. Create widget. En die widget, dat is die widget die we net aangemaakt hebben. Spawn object. Moeten we nog één ding doen, hè? Want hij is gemaakt, maar nu moet hij nog naar de viewport. Oops. Viewport, daar zie ik, ja. Oké. Dit meteen even testen. We weten dat dat werkt. Dus als ik het level begin... heb ik hier meteen mijn UI. Dat hebben we nu gedaan. Nu moeten we dus nog zover krijgen, dat als ik op die knop klik, dat dan die functie van die GenArterator wordt aangeroepen, die we net gemaakt hebben. Die GenArterator. Ja, dus dat gaan we nu doen. Even kijken, waar is mijn spawn object? Dus we zijn nu in de UI, en we gaan nu voor deze knop, gaan we vertellen, als er op deze knop geklikt wordt, dan wil ik dat je die functie spawn objects gaat aanroepen. Of sorry, spawn blokjes, zo hadden we hem genoemd. Nou, nu komt een lastige, want we zitten dus in de UI. En we moeten in die andere blueprint, spawn objects, de BP generator, moeten we een functie gaan aanroepen. Dus we moeten die twee objecten met elkaar laten praten.
De UI moet tegen de generator zeggen, ik roep jouw functie op. Oké, dus moeten we eerst de generator gaan ophalen. En dat doen we eigenlijk net zoals we dat net ook gedaan hebben. Oh, ik ben aan het runnen, zie ik. Als we een object willen gaan benaderen, dan kunnen we dat doen met get all actors of class. En de class die we in dit geval moeten hebben, is de generator. Nu hoeven we geen zorgen te maken, want ik krijg wel een array terug, maar er is maar één generator, daar zorgen we voor. Dus het is altijd index 0 die we moeten hebben. Daar pakken we dus een kopietje van. Dus wat die doet is, hier pak die, dat item uit die array met de index 0. En daar gaan we iets mee doen. We gaan namelijk die functie aanroepen. Die hadden we genoemd om blokjes. Oké. Ja, dus dit is wat we gedaan hebben. In de UI, als ik op de knop klik, dan gaat hij die BP generator ophalen. Of eigenlijk alle actors van die class. En hiermee pak ik die ene. Die ene die er is, want meer zijn er niet. Dus dat is vanuit die array, is dat index nummer 0. Die pak ik, get the copy. En van hem roep ik de functie spawn blokjes aan. Compiler, save. Die moet ik ook nog even saven. Nou, gaan we kijken of dat werkt. Dus als het goed is, als ik nu op de knop klik, moet hij zeggen, hey, de blokjes worden gespawned. Oh. Maar dat werkt niet. Waarom werkt dat niet? Omdat ik één ding vergeten ben. Ik heb die blueprint wel aangemaakt, maar ik heb hem nog niet in dit level gezet. En dat is een voorwaarde. Ik moet hem in het level hebben. Hij moet aanwezig zijn, anders kan hij ook niet benaderd en opgeroepen worden. Je ziet hem verder niet, hè? Het is gewoon een lege blueprint. Hij heeft alleen die functie. Dus als het goed is, zie je, ja. Nu doet hij dat wel. Het is even lastig, hè? We hebben twee verschillende blueprints en we communiceren tussen die blueprints. En dan moet er in de level ook nog iets gebeuren. Maar dat is heel kort gezegd wat er nu gebeurt. Oké. Ja. Goed. Gaan we door. Dit wordt een iets langere video. Ik hoop dat je het vol kunt houden. Maar we gaan door. We moeten het even in één keer afmaken. Anders is het bijna niet te volgen, denk ik. Goed. Dus we hebben de knop in plaats gemaakt. We hebben de knop laten praten met de BP generator. Misschien was die naam achteraf toch niet zo goed gekozen. Een beetje lang, hè? Generator. Dus nu kunnen we in de generator kunnen we de logica gaan aanbrengen. Pak hem er even bij. We hadden nu alleen hem laten printen. Maar wat wilden we ook weer gaan doen? We wilden dat hij die blokjes gaat uitvullen over dat hele vlak. Ja. Dus over dit hele vlak wil ik dat er blokjes komen. Goed, dan moeten we even iets weten van dat vlak. Want hoe groot is dat vlak? Dat bepaalt hoeveel blokjes erop kunnen. Laten we even iets zien in Unreal. Hierboven zie je perspective staan. Als ik hierop klik, krijg ik nog wat andere opties. En ik kan dus nu een orthogonale view gaan bekijken. Van boven, van beneden, van links naar rechts, voor, achter. Ik kijk even van boven. Het ziet er zo uit. Dus wat je hier ziet, dat rastertje, dat frame, dat wireframe. Dat is die plane waar ik op uitkijk. Nog een keer, dat is dit ding. Die zie ik hier. En ik kan hem gaan meten. Als ik namelijk met mijn mousewheel, als ik dat indruk en ik hou hem vast, trek naar beneden, dan kan ik zien dat dit ding, wat zegt hij nou? Damn it, die is 10 meter, 1000 units, is op centimeter gebaseerd, dus dit is 10 meter bij 10 meter. Oké. Goed, nu moet je ook nog iets weten, want je ziet hier het middelpunt. Staat in het midden van dat vlak. En dat is eigenlijk lastig, want ik zou eigenlijk willen dat mijn beginpunt hier is, want dan kan ik heel makkelijk meten. Kijk, ik weet zo'n blokje, die is 1 meter. 1 meter bij 1 meter bij 1 meter. Dus dan kan ik heel makkelijk gaan zeggen, oké, als dit mijn nulpunt is, zet ik er hier eentje, zet ik er daar eentje, kan ik makkelijk rekenen.
Maar zo doet hij hem dus niet, want hij staat weliswaar op x0, 20-0. Zie je hier. Maar x0, 20-0 is dus hier. Dus dit is het 0-0-punt. Maar ik wil eigenlijk dat mijn 0-0-punt hier is, want dan kan ik van hieruit beginnen met het vullen van blokjes. Dus ga ik, ik ga hem gewoon 5 meter opschrijven. Dus ik zet x op 500. Ploep, kijk. En y op 500. Ploep. Dan heb ik hier mijn 0-0-punt. En dan kan ik dus van hieruit gaan beginnen. Met het vullen zometeen. Ja, dus dat even een... Moet je even weten. Maar nu hebben we dat in ieder geval goed in orde gebracht. Oké. Ja, moet ik zien dus wel, hè. Dus zou ik nou starten, zal waarschijnlijk mijn speler... Nou, kijk, is dat er nog net op? Staat er nog net op? Maar ik zal hem eventjes... ik zal hem iets verschuiven. Dan weet ik zeker dat hij er niet vanaf valt. Goed. Oké. Dus, daar gaan we. In de generator. Die printstring. Heb ik die goede? Ja. Die kan weg. Goed. Dus, wat ik wil, is dat er vanaf 0 een blokje gespawnd wordt. Dat die meter opschuift een blokje. Meter opschuiven een blokje. Meter opschuiven een blokje. Oké. Okay. En dat dus eigenlijk 10 keer. Dat weet ik, hè. Want mijn vlak is 10 meter lang. Mijn blokjes zijn 1 meter lang. Dan moet ik dus 10 blokjes kan ik neerzetten. Goed. Dus je voelt het misschien al aankomen. We gaan een for loopje introduceren. Een for loopje van 0 tot 9. Die gaat het dus 10 keer doen. Ik ga dus 10 keer een blokje neerzetten. Oké. Een blokje neerzetten. Hoe doe ik dat? Dat doe ik met spawn. Oh, spawn actor. Spawn actor. From class. Welke klas is dat? Dat weten we. Dat is de bp underscore cube. Die willen we neerzetten. Oké. Okay. Gaan we eens even compilen. Kijken of dat lukt. Nee, dat lukt niet. Want hij vindt het vervelend dat, waar staat het? De transform niet ingevuld is. Wat is de transform? Transform is eigenlijk locatie, rotatie, schaal. Die drie entiteiten. Die moet hij dus ingevuld hebben, anders gaat hij miepen. Wat ik nu doe, dit zijn dus drie dingen, hè? Locatie, rotatie en schaal, die ga ik splitsen naar die drie componenten. Dat doe ik door hier op te gaan staan, rechtermuistoets, split struct pin. Kijk. En dan krijg ik dus locatie, rotatie en schaal. Nou, schaal en rotatie hebben niks mee te maken, die laten we gewoon staan op waar ze staan. Maar we moeten wel iets gaan doen met de locatie. Want voor iedere keer dat die lus doorlopen wordt, dus voor ieder nieuw blokje, moet ik gaan opschuiven. Moet ik een meter gaan opschuiven. Moet ik een meter gaan opschuiven. Dus ik moet iedere keer een meter meer hebben dan de vorige keer. Oké, nou, ja, kan ik hier iets gaan berekenen, hoe zou dat moeten zijn. Nou, maar ik kan ook gebruik maken van die index. Want ik weet, index 0 is gewoon bij 0. De volgende keer, index 1. Hey, dat is toevallig die 1 meter die ik verder moet. Hè? Dus ik kan met die index gaan werken. De volgende staat op 2. 2 meter. 3 meter. Dus daar kan ik heel handig gebruik van maken nu. Alleen is dit dus 0 tot en met 9. En ik moet daar 0 tot en met 90 van maken. Of 100 eigenlijk. 90, ja. Dus ik moet hem keer 10 doen. Dit is een integer, een geheel getal. Nou, dat komt mooi uit, want dan wil ik hem dus vermenigvuldigen. Integer maal integer. Kan dat niet? Integer maal float vind ik ook goed. Dus, ik moet er 100 van maken. Nou, dit gaat om meters. Wat ik doe, het indexgetal maal 100. Dat ga ik vervolgens in mijn locatie zetten. Maar niet in al mijn locaties, want ik wil alleen de Z nu beïnvloeden. Want de hoogte, hij moet niet de hoogte ingaan. Hè? En ik begin gewoon met één richting. De X. Ploep.
Oké, even compileren. Ja, dat gaat goed. Oké, dus ik maak een for loopje. Ik ga 10 blokjes neerzetten, 0 tot en met 9. En ieder blokje moet een meter opschuiven. Daarom gebruik ik de index maal 100. Dan schuif ik hem iedere keer een meter op als ik die op de x zet. Oké. Gaan we kijken of dat werkt. Even kijken, hier hebben we niks mee te maken. Ja. Goed. Play. Oké. Shift F1. Oorspronkelijk. Kijk, hoe. Ja, dat ziet eruit als een balk. Dat had je waarschijnlijk niet verwacht. Hè? Je had losse blokjes verwacht, maar ze staan precies tegen elkaar aan. Dus het is naadloos. Maar wat we zien. Hij begint niet helemaal goed, hè? En hij eindigt hier ook niet helemaal goed. Het zijn echt 10 losse blokjes. Waarom komt dat nu dat hij hier, zo te zien, een halve meter uitsteekt en hier een halve meter uitsteekt? Oh, en waarschijnlijk natuurlijk ook nog in die andere richting. Dat komt omdat hij een meter is, maar die wordt vanaf de midden gemeten. Dus het, net wat we ook gezien hebben, hè, met die floor, met dit paneel. Zijn middelpunt is ook in het midden en niet aan de hoek. En dat geldt voor die blokjes natuurlijk ook. Dus we hebben een startpositie bepaald net. Even kijken, waar hadden we dat ook weer gedaan? Een startpositie bepaald. Dan moet ik even nadenken. Ja, dus hij gaat hier uit van... Oh ja, precies. Hij gaat hier uit van... zijn eigen middelpunt. Dus zijn eigen middelpunt staat op 0, 0. Op het hoekje van de vloer. Dus wat we gaan doen, is heel makkelijk op te lossen. We gaan gewoon die vloer een half metertje terugzetten. Dus dan maken we niet van 500, maar 450. Oep, 450. En ook 450. Oké, dus dan gaan we hem nog eens doen. Object spawner. Kijk. En nu staat hij wel heel netjes. Hier netjes er tegenaan. En hier netjes er tegenaan. En echt, het zijn 10 losse blokjes. Nu moeten we dus ook nog die kant op. Maar hoe gaan we dat nou doen? Hoe gaan we dat nou doen? Dan zouden we dit 10 keer kunnen gaan uitvoeren. Hè? Nog een keer, en nog een keer, en nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. En je hoort hem aankomen. Als ik zoiets ga doen, dat klinkt al naar een loopje. Als ik dit 10 keer moet gaan doen, dat ga ik niet handmatig doen, of 1 voor 1, daar gebruik ik een loopje voor. Dus ik moet dit trucje 10 keer uitvoeren. Het enige verschil is dat nu ook die i ook nog verandert. Dus dan gaan we een loopje om dit loopje heen zetten. Loop die loop. Oké. Trouwens, dat heb ik nog niet verteld, geloof ik. Hè? Als ik zo'n dingetje, zo'n... Friemeltje hier wil doorbreken, kan ik dat doen door met Alt-klik en dan breek ik hem af. Dat is heel handig. Goed. Oké, dus we krijgen een nieuwe for loop. Die ook weer van 0 tot 9 gaat, want ook in de breedte is die 10 meter. Dus we gaan eigenlijk iets heel vergelijkbaars krijgen. Eigenlijk iets heel vergelijkbaars. Zo. Dus we gaan dit 10 keer doen. Het enige verschil nu is dat we dus ook nog die i-waarde moeten gaan veranderen. Die moet ook iedere keer een metertje opschuiven. Dus dan doen we hetzelfde truc als hier. We gebruiken de index van dit lusje. Bij de eerste keer is dat 0. Dat is wat we nu eigenlijk al hebben. En bij de volgende keer is dat 1 meter. Schuif dus een metertje op. Dus ook hier krijgen we dan een, wat is het, int maal float, dat wordt ook 100. En die stoppen we in de i. Kijk eens dan. Nou, even checken. Gaan we kijken of dat werkt. Play. Boop. Kijk, het ziet echt uit als één vlak, maar ik beloof je, het zijn allemaal losse blokjes. 100 losse blokjes. Ja, goed. Dat is gelukt.
Ik hoop dat je het kon volgen. Zo niet, stel me vooral vragen. Benader me. Je weet hoe het moet. Kijk ik met je mee of het lukt. Hier stop ik deze video even. En zometeen gaan we dan voor ieder van die blokjes individueel de hoogte veranderen. Tot zo.